Jij bent schilder, maar ook mode- en meubelsontwerper. Kan je daarover meer vertellen? Ja, mijn carrière is inderdaad begonnen als mode- en meubelontwerper, omdat ik van opleiding interieurarchitect ben en modeontwerper en textielontwerper. Dus de eerste pakweg 15 jaar van mijn carrière hebben eruit bestaan om een dames- en herencollectie te hebben, op maat en een deel een confectiecollectie. En dan ook samen met een collega heb ik een zaak gehad in meubelontwerp en uitvoering bij schrijnwerkerij. Dat is allemaal zo stilletjes aan door de jaren veranderd in schilderkunst. Dat is al heel mijn levende passie geweest in feite. En altijd een klein beetje meer opgeschoven richting schilderkunst. Zodanig dat ik hier vandaag sta als inderdaad fulltime schilder, laat ons zeggen. En af en toe komt daar nog eens dat modeontwerp om de hoek piepen en ook dat meubelontwerp. En dat modeontwerp is voor mannen en vrouwen? Dat klopt. De mannencollectie is ooit een Parijse collectie geweest. Daar ben ik jaren geleden mee gestopt met de confectiezijde ervan. Dus wat ik nu nog overhoud aan als het mode gebeuren, is inderdaad maatwerk.